iedereen en welkom bij een nieuwe video. Vanavond spelen we onze eerste wedstrijd van het seizoen thuis tegen de vice-kampioen van het vorige, Club Brugge. Ik ben er volledig klaar voor. Ik hoop jullie ook. Ik ga luisteren naar jullie pronostieken. Ik denk dat we los gaan winnen vandaag. We gaan voor een stunt. Come on, Beveren. Ik vrees 0-2. Okay. 1-1. 1-3. 1-2. 0-3. 1-1 aan de rust. We begonnen zwak. Club Brugge overtrof ons op alle vlakken. Ze waren krachtig, ze waren snel, ze speelden goed. De eerste 10 minuten, 15 minuten toch zeker. Maar dat hebben we goed overleefd en daarna kwamen wij meer en meer in onze match. We kregen een paar kansen, we kregen een penalty, we maakten die ook af en we kwamen 1-0 voor. Dat was min of meer terecht, maar nadat die goal was gevallen, we zakten weer helemaal in elkaar en Club kwam weer volledig in het spel. Die 1-1 kwam er dan na ook een terechte penalty. Dus 1-1 aan de rust, ik kan het wel aanvaarden. Dat is mijn mening, dat is wat ik ervan vind. Ik neem jullie nu mee naar iemand die er misschien wel anders over denkt. Zeg maar. Ja, ik vind Brugge is wel beter in het spel. Ze zijn dreigender langs de flanken, maar komen ook allemaal tot aan de 16. En dat is eigenlijk, want Pirare buiten de vrije trap, dat hem schitterend eruit haalt. En de penalty dat hem spijtig genoeg kansloos was, vond ik dat wij degelijk meevoetballen vanaf minuut 30. Ik hoop dat dat een 2-0 ook zou zijn, dat de uitslag nog altijd 1-1 op het einde van de 90 minuten op het bord zal staan. Ja, en is er zo in onze ploeg een speler die er bovenuit steekt dan? Ik vind op dit moment de rechtse bak Wiegel dat goed zijn plan trekt voor de eerste wedstrijd bij ons op de club. En dan voor de rest, ja, gooit hij dat wel zijn met zijn acties, wel de linkse bak zo bol het heel moeilijk maakt. Ik hoop dat ze in de tweede helft wel iets meer dreigender worden. Dat we misschien eens een kans kunnen afdwingen. En hopen op een punt of misschien op 3 punten. Ja, en wat verwachten we nog van het seizoen? Van het seizoen. Ik hoop dat we een rustig seizoen tegemoet gaan. Ik hoop dat er nog een paar transfers bij komen. En dat we dan kunnen zien eind augustus waar we met de ploeg staan. En dat we dan een heel rustig seizoen kunnen draaien. Met af en toe eens een uitschieter tegen een topclub gelijk vorig jaar. Tegen Brugge thuis winnen op Antwerpen. En dat we dat dan thuis eigenlijk een thuisreputatie kunnen opbouwen. Oké, okay. Ideaal. Merci. Dankjewel.
Inderdaad, Wiegel, wat een goede eerste helft heeft hij gespeeld. En ook Koita, ja, wat een held. Daar gaan we echt nog zoveel plezier aan beleven. Daar ben ik 100% van overtuigd. Nu, naar die tweede helft. Ja, zien wat er gebeurt. We moeten ons voetbal blijven spelen. En dan gaan we zien of we nog een goaltje kunnen maken. En misschien zelfs deze match kunnen winnen. Ik kijk er naar uit. Ik heb er zin in. Come on, Beveren. Het heeft niet mogen zijn. We hebben met 1-3 verloren thuis van Club Brugge en uiteindelijk is dat gewoon terecht. Ze waren goed, ze hebben goed gespeeld en wij waren gewoon, ja, wij waren minder. Maar dat is logisch, want het is Club Brugge. Moeten we daarom onzeker beginnen worden over ons seizoen? Helemaal niet. Dat heeft totaal geen zin. Want we gaan volgende week naar de Antwerp. En als we naar de vorige 2 jaar kijken, dan kan dat niet anders dan goed komen. 2 keer gewonnen, we gaan los voor die 3. Daar kijk ik nu al naar uit. Ik bedank jullie voor het kijken en tot volgende week. Ciao.